volgende nummer heet Nemesis. Shivering, shaking, out of fear, out of pain, out of breath, of running in spirals. But I can't touch the words. I want to play, want to scream, want to dream, want to sing today, 'cause it's only haunting, only beating me, only bleeding when I'm alone. I'm alone. Blame for the broken mirror on the floor, reflecting but not quite. A freshly composed painting ripped apart by the turmoils of the mind. The reflection, the beauty never achieved through a mind too restless to sleep, hunting forever, even more in the depths of night. Oh, oh, it's only haunting, only beating me, only bleeding when I am alone. My worst nemesis is looking right back at me through the glass on the wall, looking at her, looking at me, the same eyes, but her sardonically bewitching me, hypnotizing, mocking me to madness. She's a serpent circling a prey, sharp tongues marking her way, contemplating my lost in vain. Throbbing veins driving me insane. Can't I? Can't you stop? Can't I? I mean, she, can't she stop? Can't I, she, can't she stop? Can't I, she stop? Keep it in I mean, she, can she stop? Cause she is driving me insane.
driving me insane. Je mag al uitpluggen. Tenminste, als het goed is. Techniek heeft het altijd goed voor elkaar. Ik heb nog geen gekraak of gepiep of weet ik veel wat gehoord. Dus dat is altijd een goed teken. Kom even een beetje deze kant uit. Dan zijn we even achter de microfoon vandaan. Hoe voel je je? Shaky. Shaky? Ja, wat maakt je shaky? Zenuwen, denk ik nog steeds. Ja? Ja? Ja, ik bedoel, je hebt toch wel vaker op een podium gestaan? Ja, maar het is een vrij heftig nummer. Oh, niet alleen om te zingen, maar qua alles. Dus. Qua alles? Ja. Want het is een heel dynamisch nummer. Hele grote uithalen, heel klein, heel wisselend. Waar komt het nummer vandaan? Nou, het gaat eigenlijk over dat ik zelf mijn grootste kwelgeest ben. En dat iedereen dat eigenlijk is. Ik heb het eigenlijk geschreven in een Maya Angelou workshop op school. Dichteres. En ja, het gaat eigenlijk. Ik zat de laatste keer voor de spiegel. Ik denk dat het wel een tijdje geleden is. En dan kijk je jezelf aan en dan zit je er lang voor. En dan lijkt het op een gegeven moment alsof er iemand anders naar je terug zit te kijken. Want je ziet jezelf natuurlijk ook heel anders dan dat andere mensen je zien. En je wil jezelf misschien anders zien. En daardoor ben je zelf je eigen grootste vijand. En is het een soort worsteling? Ja, dat ook. Ook vooral in ja, relaties met anderen, met vrienden, met familie. Dan kan je anderen wel de schuld geven, maar uiteindelijk besef je achteraf toch weer dat je zelf fout zat en jezelf misschien dingen niet goed had ingeschat. En door je eigen onzekerheid dat je dingen hebt gedaan zoals je ze hebt gedaan. Je bent wel heel reflectief. Ja, het is ook wel. Ja, het gaat natuurlijk ook over de spiegel waar je voor zit en die jezelf voorhoudt. Dus ja. Oké. Nog even nashaken? Ja, ja. Dan zou ik zeggen, lekker nashaken. Kunnen wij nog heel even nagenieten. Amber Zoe. Ja.